Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Het is alweer ruim een week geleden dat ik iets unboxed heb. Dus het werd weer tijd om iets leuks uit te pakken. Ik gebruik tot nu toe de DJI Pocket Cam 2. Daar ben ik heel tevreden over. Maar ik mis wat specifiek handige camfuncties wat je bij een andere camera hebt. De DJI Pocket Cam 2 is heel leuk om wat cineastisch hoogstandjes te maken. Hè. Mooie shots die bewegen, in uitzoomen, het gezicht automatisch volgen. Denk dit bijvoorbeeld. Maar het vlugge op straat filmen, even links-rechts kijken zo, dat kan wel met allemaal hoop instelwerk. Heel klein schermpje, dus ik denk, koop wat anders. Ik heb gekozen voor de Panasonic Lumix. Doos bijpakken. Niet het nieuwste model. Ik heb natuurlijk als klein kanaal ook wel een beperkt budget, hè. Dus, de Lumix DCF Z82. Zesde keer optical zoom, dat is ook heel wat. 20 mm wide angle, dus kan ook heel mooi in een groothoek filmen. 4K natuurlijk. En naast mooie foto's hoop ik dat je ook mooi kan filmen. Dus we zullen eens even uitpakken. Hij is wat groter, maar ook niet mega groot. Het is een zogenaamde bridge camera. En de bridge camera zit net tussen een compacte camera en een spiegelreflex. Dus een tussenmodelletje, zeg maar. Nou, dat ziet er al degelijk uit, mooi. Eens kijken wat er verder nog in de doos zit. De doos voelt nog zwaar aan. Allemaal 75 talen tot het een fijne camera is. Ja, de doos is leeg. Wat hebben we hier? Een adaptertje. Moest het goed in beeld houden. Dus, Dennis, als je kijkt, ik hoop dat het goed te zien is. Een batterij. Die ik overigens nog één heb besteld. En ook nog een aparte voeding om twee batterijen tegelijk op te laden. Dat vind ik wel handig. Een USB naar mini-USB. Zit het zo te zien? Oplader. Er zit nog een kijk, makkelijk. Een riempje. En, heel belangrijk, een lensdop. Even wat specs op te zetten. Het is een super zoom camera, een 1,2,3 inch type sensor, 18 megapixels. De ISO-waarde kun je instellen tussen de 100 en de 6400. De kortste sluitertijd is 1/2000ste, 60 keer optimale zoom. Hij heeft geen beeldstabilisatie, dat hoeft ook niet, want daar heb ik dit ding voor. Hij slaat de bestanden op een JPEG en RAW,
een SD-kaartje voor het geheugen. Oké. Als het goed is. Nog een bonus unboxingje. Kocht op Amazon. Als het goed is. Zit hier. Een geheugenkaart in. Zal ik er zo in doen. Uh, 4K dus. Panorama opnames. Schermgrootte achterop is 3 inch. Je kunt creatieve filters gebruiken. Ga ik wellicht gebruiken. Viewfinder. Flitser ingebouwd, lens is 20 bij 20 tot 1200. Oké. En hij kan wifi. Kijk, dat is ook mooi. Dat had ik nog niet gezien. En hij kan niet onder water. Dan was dat ook niet van plan met dat ding. Daar heb ik nog een GoPro voor liggen ergens. Ik ga hem even inrichten. En dan ga ik zo verder filmen met deze. Voilà, we zijn nu aan het filmen met de Panasonic Lumix. Ik moet zelf even kijken of het veel anders is, of beter, of groothoekiger. Ik weet het niet, we gaan het zo zien op de... Of ze gaat het zo zelf zien op de film. Ik heb er even doorheen geladen, een hoop functies op. Dus ik moet er even goed doorheen kijken wat... Functies maar zijn, hè. Ik heb Duits, Frans, Spaans. Even kijken, Duits, Frans, Italiaans. Ah, Nederlands. De rest kan weg. En we gaan eens even kijken hoe we kunnen instellen. Er zijn nog tig mogelijkheden. Ik heb echt nog veel te lezen. Ik heb... Wel gezien, dat vind ik erg interessant. De fotocamera kun je op wifi instellen. En dan kun je door middel van een app op je smartphone kun je heel makkelijk het toestel bedienen. Hè. Foto's maken, filmen starten, filmen stoppen. Foto's of filmpjes overzenden naar je telefoon of naar je pc. Dus ik ga me even goed inlezen. En later kom ik terug met wat mooie filmpjes geschoten met de Lumix. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren. Hallo! Leuk dat jullie weer kijken. En vandaag ben ik weer samen met... Elijah! Of moet je daar kijken? Logisch. Met... Elijah! Ja. Ik kijk daar en jij kijkt daar. Ja. Dat wordt heel goed. Ik ben net iets aan het experimenteren met twee camera's tegelijk. Nou, dus... Heel mooi wordt dat, let maar op. Ja. En waar gaan we het over hebben, Elijah? De Air Up. Kijk, deze fles. Oh ja. Deze fles. De Air Up. En of met daar. Deze dop. Met de groene dop, ja. Ja, maar daar heb ik wel een filmpje aan besteed, deze dop. Dus, Nee, we gaan weer wat smaakjes beoordelen. Want ik had... Nou, doen ze één voor één eventjes. Ja. Deze had ik net afgehaald. Nog steeds een van mijn favorieten. Welke? De Wildberry. En ik wil eigenlijk één proberen, maar die nog niet open. Oké, deze is nog dicht. De Peach. Is die niet van Terra? Nee. Er zijn al deze smaakjes van jou. Ja. En de Orange Vanille Swirl. Die heb ik al een keer gehad. Dus we hebben ook wat hebben daar. Dat is de peer. Die peer is ook erg lekker trouwens. De Blueberry. Ja, die hebben we ook al gehad. Die vond ik eerlijk gezegd. Ruik hem maar eens. Je ruikt hem niet. Nee. Ja. Die was het een beetje zout. Ja. Half duimpje. Een half duimpje. De blueberry was een beetje ja, ik vind die. De Raspberry Lemon. Die was goed. Wacht, ik kook hem even allebei. Ik moet even kijken welke. Die was lekker, dat een beetje. Waar ruikt je ook naar? Naar autodrop.
auto erop. En lemon. Ook lekker. Heb je die echt al geprobeerd? Ja, die is wel best op. Er zit er eentje in. Oeh, lekker zien. Maar ik ga dus voor de peach, want die heb ik nog niet geprobeerd. Blueberry. Waar moet je dan in? Blueberry. Blueberry, ja. Ja. Die gaan we bij. En dan gaan we nu gaan we de peach openmaken. Dan gaan we samen proeven. Ja, dat lukt maar hier niet uit, zo. We gaan de peach proberen. Ik ruik een heel klein beetje. Ik ga het even openmaken. Dan maak ik hem dan een beetje. Nou, dan moet je voor op de sportschool zitten. Om deze open te maken. Oh, dat ruikt wel lekker. Je ruikt naar... Persik? Ja. Wat is peach toch persik? Dat klopt het, hè? Nou, gaan we proberen. Een licht smaakje. Ja, je proeft hem echt. Vind je hem lekker? Ja. Dus kunnen we vertellen... Tot peach een goede keuze is. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Lekker. En binnenkort maken we weer een nieuwe video met een kortingscode. Dus blijven kijken. Dus wil je de kortingscode niet missen van AirUp en een leuke film blijven zien. En een ander YouTube kanaal. Dan abonneren op dit kanaal. Dan wil jij... Ook hele leuke filmpjes zien met Eliza in de hoofdrol. Eliza maakt het mee. Ik zal hem eventjes hier neerzetten. Daar. Of daar. Met licht welke camera ik pak daar. Dan abonneer bij Eliza. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. Doei.